naam is Koen Koerts. Ik ben geboren in Tiel. 5 jaar in het buitenland geweest. Daarna terug in Tiel en eigenlijk nooit meer weggegaan. Tiel is mijn plaats, om het zo maar te zeggen. Ik ben hier eerst werkzaam geweest in het bedrijf van mijn vader. Daarna voor mezelf begonnen. En later nog een zaak opgericht, de Peppermint Company, wat een heel mooi succes is geworden in Nederland en in heel Europa. Op het gebied van rolletjes pepermunt en blikjes en allerlei leuke verpakkingen op het gebied van promotioneel pepermunt. Het motto is gezellig blijven leven, leuk blijven werken, natuurlijk het golf en het plezier niet vergeten. En ik denk dat dan een heel eind op de goede weg zijn en zo blijven we maar doorgaan. Koen, van harte welkom. Dank je Willem, dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. De naam Koerts, dat is toch historisch verbonden voor een lange periode met het bedrijf, het voormalig bedrijf in Tiel. En dat is begonnen met je opa. Mijn opa kwam in 1894 naar Tiel toe met 20 andere werknemers uit Duitsland die bij Daaldrop begonnen te werken. Die waren door Daaldrop naar Tiel gehaald. En je opa had de Duitse nationaliteit? Juist. Vandaar de naam Koerts? Juist. En het was een vakman en daardoor werd hij door Daaldrop gehaald. Een vakman op het gebied van metaalbewerking? Metaalbewerking, ja. En toch is hij al heel snel voor zichzelf begonnen? 2 jaar later. Toen dacht hij, dat kan ik zelf ook. En toen is hij aan de overkant, zeg maar, vanaf de binnenhoek naar de binnenweg gegaan. En daar heeft hij een fabriek gesticht. C. Koerts & Co. Dan was het een vakman, maar was hij ook zakenman? Dat denk ik wel, zeker wel, ja. Want je hebt hem niet persoonlijk gekend, nee, hè? Nee, hij is al, voordat ik ben geboren, in 1935 is hij overleden. Hij is in 1919 wel genaturaliseerd tot Nederlander en is met een Tiels meisje getrouwd, een meisje Hak. Oké, dus hij is in Tiel, heeft hij zijn liefde gevonden. Juist. En ook heeft hij daar dat bedrijf, is hij begonnen. Hoe ging dat met dat bedrijf? Want je hebt natuurlijk veel van de overlevering meegekregen als kleinzoon. Dat ging allemaal heel goed. Er waren 100 man, 150 man aan het werk. Allerlei soorten metalen werden daar gemaakt. Ook aluminium en koper, mat van nikkeld, serviezen, lampenkappen. Hele grote lampenkappen werden gemaakt. En het was ook, dat ging allemaal goed totdat, dat heeft hij zelf dan niet meer meegemaakt. Totdat de oorlog kwam natuurlijk in 1940. Toen was mijn vader inmiddels aan het bewind gekomen. Die is in 1921 in het bedrijf gekomen. Mm-hmm. En is tot 82 directeur gebleven. 61 jaar heeft mijn vader in de zaak gewerkt. Maar heeft die oorlog er zo ingehakt dat het ook na de oorlog consequenties heeft gehad? De hele fabriek was leeg. Dus ze moesten allemaal opnieuw beginnen? Allemaal opnieuw. Mijn vader heeft het bekende huis in Tiel, de Witte Brug. Destijds was het Koertshuis aan zijn vriend Jan Mens verkocht, verkopen om weer kapitaal te vergaren om weer nieuwe machines te kopen. Dus hij moest zijn persoonlijk eigendom, de woning, moest hij verkopen voor het bedrijf? Juist. Dat is hard, of niet? Ja, was de Witte Brug bekend. Hè? Ja, dat is bekend. Ja, het was een prachtig pand. Ja. Hè? Maar nu zijn er appartementen, in de tijd staan mooie appartementen. Maar het bruggetje is er nog steeds. Ik denk dat die brug in de fabriek is gegoten, denk ik wel, zo gezien. Ja. Ja. Je vader heeft dat bedrijf toen overgenomen. Was er een verschil tussen, zeg maar, de wijze waarop jouw vader dat deed en je opa, denk je? Dat kan ik niet precies zeggen. Dat weet ik niet. Mijn vader was met name een vakman op gebied van tin. En ook een collectioneur en mannen die oog had voor modellering. Mm-hmm. Dat deed hij, hij deed dat erbij naast de bedrijfsvoering. Dat was eigenlijk zijn grootste hobby om een mooie collectie te maken. Dat deed hij zelf? Dat deed hij zelf, ja. Dus niet zoals Daaldrop had je Michiel Waarbroek bijvoorbeeld, hè? Ook een hele goeie, maar mijn vader deed dat erbij. En ik moet zeggen dat het was in Tiel algemeen bekend dat de Koertscollectie bekend stond als de mooiste tintcollectie, ook qua kwaliteit. Zou je kunnen zeggen, dat is dus blijkbaar de kracht van Koerts, de kwaliteit. En daarmee was het onderscheidend en het was onderscheidend met, zeg maar, het uiterlijk of hoe kan je het typeren? Zeker. De vormgeving, zeker. Dat was, het was zo'n aparte, hele fijne collectie. Was dat fijne modellen. Dat was mijn vader zijn specialiteit. Ja, dat kwam echt door hem. Ja. En ook de kwaliteit, de finish. En we hadden ook voor de serviezen en voor de kraankannen hadden we dus speciale legering om het tin bij gebruik hard te laten doen. Want de kraankannen werden en
werden gebruikt in het noorden, vooral die geschilderde kraankannen, allemaal bekend in het noorden, die hier in Tiel in onze fabriek werden geschilderd door Wout van Eimeren. Maar Tiel had een enorme naam, hè, wat betreft tin. Het was ook een tinstad. Ik bedoel, mijn opa was bij Daalder begonnen. Ik weet niet hoe Metaal is begonnen, weet ik niet precies, maar de oude heer Carver kwam uit, Vlaardingen om hier een fabriek te beginnen, omdat hier de vakmensen rondliepen. Ja, want je had ook Rio-tin? Rio-tin, Metawa-tin, Daalderop, Koerts en je had nog wat kleinere zoals JK en Rembrandt. Ja. Henkie de Leeuw, dat waren dus een beetje de kleinere bedrijven. Dus het was inmiddels een vakmanschap wat in Tiel vooral ontstaan was? Ja. En je opa had al dat metaal bewerken in Duitsland ook gedaan? Juist. In loondienst? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Dat moet ik nog uitzoeken. Dat gaat ook heel veel terug natuurlijk. Dat moet ik nog uitzoeken. Maar dat zat helemaal in Sachsenhausen en dat is een heel eind in Duitsland in. Dus misschien dat ik het nog een keer doe. Maar na de oorlog moest je dus opnieuw gaan beginnen in feite met investeren in bedrijven. Mijn vader. Je vader, ja. Ja. Hoe is het uiteindelijk dat bedrijf toen ook weer, dat is weer verder uitgegroeid, hè? Dat is toen ook weer rond de 100 werknemers? Ja, minder. Iets minder. We konden geen mensen krijgen. Dat was het probleem. Ja. We konden geen vakmensen krijgen. We zijn toen nog met Turkse medewerkers begonnen en dat ging ook prima goed. Maar ik kan me wel herinneren, dat was in de midden jaren 70, dat mijn vader op de donderdag van de najaarsbus, september, er werden altijd de orders werden ingegeven, dat hij op de donderdag de laatste dag kwam. En dat hij zei tegen meneer Lamers, de vertegenwoordiger in het zuiden, meneer Lamers, houdt u van vissen? Dat was 9 september ongeveer. Ja, zei meneer Lamers, ik vis graag. Hij zei, nou, dan mag u van mij, op mijn kosten, vanaf morgen tot 2 januari gaan vissen. We zaten vol met orders, er kon niks meer bij. Ja, ja. Dat was in die tijd het gewilde tin. Ja. We konden dat, zoals we dat heet, niet aangesleept krijgen. Nee. En dat gold dan ook voor de vergelijkbare bedrijven in Tiel. Die zaten met hetzelfde probleem. Juist. Tekort aan goede vakmensen. Juist. Want het waren in Tiel waren allemaal enorme vakmensen. En ik vind het ook jammer dat in dat opzicht ook daar de gemeente Tiel een beetje aan voorbij is gegaan. Door niet ter herinnering aan de Tielse tinstad ook nog een tin. Hoek, zoals het nou het Flipje Museum is, een tinmuseum te maken. Ik vind dat tin, de werknemers in Tiel, dat veel meer verdienen dan Flipje. Flipje was in mijn ogen een puur marketingconcept van een handige Unilever marketingman. En ik denk dat de tinindustrie in Tiel veel meer naar buiten is getreden met vakmanschap dan dat het nu eigenlijk gehonoreerd wordt. Dus ik zou willen zeggen, als de mensen in Tiel nog, ik weet zeker dat ze dat hebben, nog tinnen artikelen op de zolder hebben staan en ze weten niet wat ze daar naartoe moeten, brengen naar Peter Schipper in het museum. Die man wil nog heel graag. Weet hij daarvan? Want anders drinkt hij er straks in. Ja, maar voor mijn rekening wil ik dat wel eventjes zeggen. We hebben veel contact gehad over het tin. Hij houdt van tin. Ja. En hij wil er nog een keer een tentoonstelling van maken. Dus als mensen in Tiel nog zijn die nog tin op de zolder hebben staan en weet niet wat ermee aan moeten, dan graag naar Peter Schipper in het museum. Nou, dat is een duidelijk oproep. Want tin is, dat is de oorzaak van het ondergang van de tin, is de oude Tielse finish, de grijze finish, de donkere finish, werd niet meer gewild in Nederland, omdat een meneer de Bouvry en anderen en allemaal een witte interieur, een wit interieur daarvan gingen maken bij de mensen. En toen verdwenen de donkere tinnen kannen en kandelaars uit. Toen stortte die vraag helemaal in? Ja. In die periode? Midden 80. Dus dat betekent dat men wilde dat donkere tin, raakt die aan de straatstenen niet meer kwijt? Nee, het is niet meer, het is nergens ook te koop. Ook die gelakte kraankannen. Vroeger werd in Groningen een gelakte kraankan bij ieder huwelijk cadeau gedaan, maar het is helemaal verdwenen. Jij bent zelf ook nog werkzaam geweest in het bedrijf? Ik heb de verkoop gedaan in Noord-Nederland en Amerika. En ook exportbeurzen in Frankrijk en Frankfurt en zo. Maar dat werd ook steeds minder. En Amerika, dat ging er wel goed op het laatst. Maar toen werd de vraag minder en raakten de magazijnen overvol. En er is nog geprobeerd een fusie te organiseren in Tiel. Dus met name
Koerts in de Rio. Mm-hmm. Burgemeester Pop heeft ze daar nog enorm hard voor gemaakt, maar het is mislukt. En om meer, ook om andere redenen, wat hij en de commissaris niet in de gaten hadden, was dat de directeur van de Rio had helemaal geen interesse eigenlijk in de fusie. Die wachtte op het faillissement van Koerts om het dan later in te lijven. Is hem gelukkig niet gelukt. Ja, ja, oké. Okay. Want het is wel uiteindelijk wel overgenomen, hè? Het is niet overgenomen, het is, het is een soort doorstart gemaakt door iemand in Zeist die van mij de naam Koerts Edeltin heeft gekocht. En is toen begonnen met de import van tiel, van tin, maar dan een andere finish, het zogenaamde zilvertin, wat ruwere, mooie schaal. Ik vind het zelf erg mooi. Een beetje zilverachtig, zilverachtige kandelaren. En dat wil nog wel. Leefde je vader toen nog, toen dat werd overgenomen? Niet meer? Toen het bedrijf failliet ging, leefde mijn vader nog, ja. Toen wel? Ja, dat was dat niet dramatisch voor hem? Dat was voor hem dramatisch. Dat heeft hij uit de krant mogen lezen, ja. Ja. Was het, hij had er 61 jaar lang gewerkt, van 53 jaar lang directeur. Dus, ja. Dat was tragisch. Ja. Nou had hij vooral belangstelling en zijn kwaliteit op de inhoud, een vakman, zelfs ontwerp enzovoort. Jij had dat zelf niet, want je kwam in de verkoop. Ja, ik was commercieel. Dat is later ook gebleken. Ik zou niet de opvolger zijn geweest. Ik was geen fabrikant. Nee. Absoluut niet. Er is wel over gesproken een keer, ja. Maar dat was. Dat was niet aan de orde. Ik was geen fabrikant. Ik was een commerciële man. Dan was ik wel beter als mijn vader, maar goed. Dat, ja. En klikte dat? Want vaak zie je twee generaties en dan naar verschillende manieren van denken. Ja, nou, af en toe klikt het niet, dat kan ik je vertellen. Ja, ja. Dus dat botste nog ook wel. Jawel, jawel. Ja. Ja. En vooral omdat je had meer oog voor commercie en dat had hij dus minder. Absoluut minder. Hij zat in Tiel aan de binnenweg en keek derhalve niet rond in Nederland wat er aan de hand, wat er aan de hand was, wat er leefde bij de DT'isten. Ja. Wat wij leverden aan de detailhandel. Ja. En jouw klanten zaten vooral in het noorden? Ik deed in het noorden, ja. Je maakte veel kilometers? Ja, nou, ik sliep in hotels in het noorden. Hotel Faber in Hogezand. Mm-hmm. Dat was mijn standplaats. Van daaruit en Oranje Hotel in Leeuwarden. Van daaruit ging ik de hele provincie door. Ja. Dat heb je 10 jaar gedaan. Ja. Wat ben je daarna gaan doen? Ben ik begonnen. In 82 zag ik dat het niet meer goed ging. Toen was de zaak een vol bedrijf. En zou ik ook niet verder ermee gaan. Toen ben ik voor mezelf begonnen in relatiegeschenken. Ik kende een boel mensen. En ik dacht, nou, dat ga ik nou eens doen. Dus Koerts International heb ik opgericht. Ja. Begonnen aan de Sint-Walburg. En later. En hoe kwam je aan het idee om dat te gaan doen? Omdat een vriend van mij was directeur Parker Nederland. Was een jongen uit Geldermalsen en die was directeur van Parker Nederland. Ik kwam bij hem in het bedrijf en zag de bedrukkingen van Parkerpennen en zo. Dat leek me toch wel aardig. En toen ben ik eens rond gaan kijken. En toen ben ik voor heel voorzichtig Koerts International opgestart. Dat betekent dat je vooral ook de commerciële achtergrond kon je daarin kwijt? Juist. En mijn contacten die ik veel had. Hier in Tiel en in Nijmegen en dat soort dingen meer. Ja. En hoe is dat gegaan met je? Dat ging goed. Jarenlang gewoon netjes. En wat was de naam ook alweer? Koerts International. Koerts International, ja. Ja. Je had Koerts & Co, de tin, en Koerts International, dat was ik dan. Mm-hmm. En dat ging heel goed. En was leuk, afwisselend werk. Ik bedoel, de ene dag verkocht je paraplu's, de andere dag stropdassen en lederen agendas. Net wat de klant wilde op dat moment en dat moest je dan in voorzien. Dus, en toen ben ik toen begonnen. En toen op een gegeven dag, dat was een mooie dag, mm-hmm. Toen kwam er een man en die zei, ik wil niet meer aanstekers hebben en lucifers, want het roken raakt in discrediet. Ik wil een fris rolletje pepermunt en met mijn logo erop. Ja. Ik zei, dat ga ik zoeken. Ik wist het nog niet en toen kwam ik tenslotte bij Kleinen terecht en daar werd dat gemaakt. Het is dit rolletje, een vierkant rolletje noem ik het. Oh ja, ja. En dat was toen nieuw? Dat was toen helemaal nieuw. Nou, het was oud, maar het was in vergetelheid geraakt. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit is wel wat. Dit is Hotel Okura. Okura, dat heb ik ook geleverd, ja, allemaal. Ja. En, Amstel Hotel, Hotel Américain, Hotel Huis der Duin, Oranje Hotels. Die allemaal hadden die rolletjes bij congres. Als er een congres was, werd een rolletje op het bloknoot bij de pen, werd ook zo'n rolletje pepermunt neergelegd. En hoe kwam je daar binnen? Want er is nogal een aantal wat je noemt, hè? Okura Hotel. Noem maar op, hoe kwam je daar binnen? Ook via grossiers, deels ook. Die grossiers die de horeca beleverden. Mm-hmm. Die namen mijn rolletje pepermunt ook mee. Ja. Als ze een tafellinnen gingen verkopen of bestek, werd ook
het rolletje pepermunt werd mee. En beurzen gingen ook af? Beurzen gingen ook af. Ik had op een gegeven moment nou een leuke beurs. Dat was deze. Ja. Dan zie je me staan in zo'n oude snoepwinkel. Ik had een speciale snoepwinkel gemaakt en dan stond ik daar met een witte jas. Een witte jas samen met die. Hij had ook een witte jas, mijn verkoopleider Marcel van der Kam, ook uit Tiel. Mm-hmm. Stonden we daar met wat meisjes ook de tin te verkopen, de pepermunt te verkopen. Dat waren beurzen. Daar ging je dus niet meer naar de eindgebruiker toe, zoals dat heette. Ik ging naar de relatiegeschenken groothandel. De relatiegeschenken groothandel verkocht mijn pen. Hij verkocht dus aan een klant pennen, hij verkocht ballonnen, hij verkocht caps en verkocht ook mijn pepermunt. Ja, ja. Nam mij mee in zijn pakket. Ik had dus over heel Nederland showrooms eigenlijk. Dat was een veel betere manier om dit pepermunt te verkopen dan zelf overal naartoe te gaan en proberen binnen te komen. Zeker bij grote banken als ING of ABN. Kom je niet binnen met die rolletje pepermunt, omdat zij dus preferred suppliers hebben. En daar maakte hij dus gebruik van die op locaties? Op die beurzen stond ik dus en daar kwam alleen maar de relatieschenken groothandel. Ja. Dus in beurs in Düsseldorf, in Birmingham in Engeland, Jönköping in Zweden. Daar ging het toe om dus... en toen kwamen dus de wederverkopers, de handelaar, kwamen mij dus monsters bestellen. En dan later kwamen de orders. En hoe lang heb je dit gedaan? Vanaf 1992 tot... 1 januari 2008 heb ik dus de Peppermint Company opgericht. Ik wou het dus echt een pepermuntnaam geven. En om het af te scheiden van Koerts International. Het waren dus twee firma's naast elkaar. Ja. En met die Peppermint Company ben ik eigenlijk doorgegaan. En daar zag ik de meeste mogelijkheden. Is ook later gebleken. Toen heb ik Koerts International in 2000 verkocht aan een medewerker. En die heeft het meegenomen naar Hedel. Naar Hedel. Koerts International is nog steeds daar in Hedel. En de Peppermint Company ben je mee doorgegaan tot 2008, zeg je. En toen ben je ermee gestopt? Nee, toen kwam er een koper. Mm-hmm. Iemand uit Enschede. Een hele goede jongen uit het vak. Die dus met caps... en met buttons ook bij diezelfde klanten komt als ik, bij de wederverkopers, bij de relatieschenken groothandel. En die vond mijn pepermuntjes en al mijn andere artikelen, want het was inmiddels natuurlijk helemaal groot geworden met blikjes, die bekende kliklak blikjes, weet je wel. Het was een hele collectie geworden. Inmiddels is het al 80 pagina's. Als je een keer wilt kijken, dan moet je kijken op www.peppermint.nl. Mm-hmm. Dan zie je 80 pagina's vol met snoep en verpakkingen. Voor giveaways, voor beurzen, voor festiviteiten. Maar heb je toen het bedrijf verkocht? 2008. Oké. Okay. Ze zeggen dat ik het net op tijd verkocht heb. Ja, kan wel zijn, maar dat is ook wel zo. En was dat ook omdat je ermee wilde stoppen? Ik moest wat dingen doen in mijn firma om er nog een beetje meer nieuw op te frissen. En die jongen dacht, ik denk dat jij dat beter kunt dan ik. Ja. En het is ook gebleken, hij kan het erg goed. Dus Peppermint Company draait als nooit tevoren. In Enschede is dat gevestigd. Dan ben je min of meer met pensioen, je golft veel. Maar toch ben je weer iets nieuws opgestart, hè? Ja, tot vreugde van mijn vrouw ben ik weer iets begonnen. Maar er is wat aversie dat ik dat ook inderdaad mag doorzetten. Ja. Maar ik zag het in Amerika. Tot vreugde van je vrouw, zeg je, Koen, waarom? er is wat, ik proef wat lichtige aversie in mijn nieuwe activiteiten. Ja, oké. Okay. Ze vindt dat ik het maar rustig aan moet doen. Ja. Maar er zijn dus riemen. Ja. De firma heet Belties. Ja. Belteez. Ja. En dat zijn dus riemen van met logo's in de riem. Dus niet meer de logo op de stropdas die helemaal uit de mode is gegaan. Maar dus logo's van golfclubs hier met name. Ja. Voor jubilea. En dat is meer. En het kan ook voor bedrijven die dus een riem met logo's kunnen bestellen. En daar ben je nu ook actief in? Daar ben ik nu. Dus je combineert hobby en werk eigenlijk, juist, toch? Of niet? Juist, dat klopt. Ja. Dus jij gaat je bezoekt veel golfbanen en dan kom je dan nu, dan zeg je van, hey. Je snapt het. Ja. En gaat dat? Ja, dat gaat wel goed. Ja? Maar het komt langzaam. Ze zijn in Nederland nog niet aan gewend. Ja. Maar denk dat dat gaat komen. Heel langzaam. Ja, ja. Dat is wel leuk. En je vrouw vreest dat er zoveel werk weer gaat opleveren. Ja. Dat dus zij de gepensioneerde concours niet meer zien. Ik moet dat voorzichtig opbouwen. Ja. Met tact. Ja. Nou, het is heel goed dat je dat aan heel Tiel en ook aan je vrouw bekend hebt gemaakt via de camera. Ja, dat is goed. Koen, heel erg bedankt voor het gesprek. Ik denk Dankjewel. Dat het heel aardig is om nog eens helemaal doorheen te lopen. Het bedrijf met de grote naam en ook de dingen die je persoonlijk hebt verteld. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat zou Tiel nog eens de komende tijd moeten oppakken? Je hebt al iets gezegd over tin.
Nou, daar weet ik, dat overval je me een beetje. Daar moet ik even over denken. Ik zou het niet weten. Je bedoelt de stad? Als... De stad, of mag van alles zijn. Waarvan je zegt van, nou, dat zou voor Tiel een keer hartstikke goed zijn. Ik vind het dat het al iets beter gaat als ik zie dat er winkels als, Excel en Rituals en zo, dat die winkels komen, dan vind ik het al een mooi iets voor Tiel. Dan gaat het erop vooruit en is blij dat zij niet de enige voorvechter van mooie winkels in Tiel. Dus, nou. Hartstikke positief. Daar eindigen we daarmee. Koen? Dankjewel, Willem. Heel erg bedankt, hè? Graag gedaan.